Brabant bruist van de creatievelingen, maar hoe vind je ze? Created on Friday brengt mensen die een uniek concept nodig hebben in contact met creatieve breinen die niet kunnen wachten om hun ideeën de wereld in te slingeren. En dat allemaal online. Het zoeken wordt zo heel makkelijk, je hoeft eigenlijk alleen nog maar te kiezen. Zo is het toch? Founder Wouter Kooijmans. Zullen we eerst eens eventjes het filmpje erbij pakken van Dreehazes? Want prima. Die is op zoek naar iets, hè? Ja. Zoals jullie kunnen zien, heb ik aardig wat tatoeages. Maar het wordt tijd voor wat nieuws en iets groters. En het liefst door jou. En absoluut geen portret van mijn vader. Want dan krijg je met die te maken. Ja, oké. Dit is bijvoorbeeld een vraag. Klopt. Dit is een klein stukje van een, zeg maar, een opdrachtvideo. En zo begint het proces. Het is een proces van 2 weken. Het begint op de eerste vrijdag met een opdracht. Met een video. Een opdrachtgever die heeft een creatieve vraag. En dan de eerste week komen allemaal video's binnen van creatievelingen. Die met een video eigenlijk de oplossing van de creatieve vraag eigenlijk inzenden. Ze maken een soort filmpje terug. Precies, die maken een filmpje terug en in het filmpje laten ze in dit geval dus een tatoeageontwerp zien. En ook hoe ze tot dat ontwerp zijn gekomen. Dus je krijgt een inkijkje in de keuken van de creatieve. Dat is van de eerste vrijdag naar de volgende vrijdag? Precies, en ook in die eerste vrijdag, het publiek stemt dan op de video's waarvan ze zeggen, hey, dit is een goed idee. En zo ontstaat een ranking van ideeën. En dan op de tweede vrijdag hebben wij dus een ranking van ideeën. En dan wordt de winnaars gekozen. Want niet alleen, er is niet één winnaar, maar er gaan 5 mensen gaan een prijs winnen. Oké, maar heb je al heel veel activiteit op de social media. Want iedereen moet natuurlijk stemmen vergaren. Of werkt het zo niet? Precies, inderdaad. Die opdrachtgever die shared die video alle kanten op. Maar ook de pitchers. Iedereen die een video uploadt, die shared dat via zijn eigen social media kanalen. Mm-hmm. Twitter, Facebook of WhatsApp. Maar Wouter, wat is daar het nut van? Want ik vraag me af, kijk, stel ik wil een tatoeage en het Nederlands publiek stemt op ontwerp A, maar ik vind B mooi. Wat is, terwijl ik de opdrachtgever uiteindelijk ben, hoe moet ik dat... Nou, inderdaad. Wij zoeken ook nu precies die balans tussen die twee dingen. Je wilt toch het stemeffect ook laten meewegen, dat het publiek dus laat zien wat die uit creatieve inzendingen in ieder geval goed vindt. Maar de opdrachtgever uiteindelijk kiest hij uit de beste 10 inzendingen die het publiek heeft gekozen, kiest hij de winnaars. Maar als hij echt een mooier idee buiten die top 10 heeft gezien, dan mag je die ook kiezen. Dan kan dat de winnaar worden? Dat kan de winnaar worden en dan worden de andere 4 winnaars uit die top 10 gekozen. En die krijgen dan ook een prijs, een geldprijs. Een geldprijs. Okay. Precies, maar dan is het proces nog niet klaar, want in die tweede week wordt er geco-creëerd tussen de opdrachtgever en de winnende creatieve. En dan wordt dat... Ja, die tatoeageontwerp wordt nog even gefine-tuned. En de derde vrijdag gaat die tatoeage ook op de arm. Dus in 3 weken tijd heb je een compleet concept. Ja, heb je een aanvraag ingediend. En heb je binnen 3 weken tijd verschillende opties die je leuk en interessant vindt. Ja, binnen 2 weken. Dus 3 vrijdagen. Ja, binnen 3 vrijdagen. Dat is 2 weken. Doe de math. Hè? Ja, en het betekent nogal iets voor een vakgebied. Hè? Want ik heb zelf... wij hebben met Triple Double twee jaar geleden een nieuwe logo wilden we laten ontwerpen. En normaal gesproken ging je dan naar een reclamebureau. Die komt met 3 ontwerpen. Dan denk je 3 keer, moi. Ja. Maar vervolgens gaat er wel een teller tikken. En heb je niet de garantie dat er iets leuks uitkomt. Klopt. En toen ben ik zelf op een paar sites terechtgekomen waar je gewoon jonge creatieven wereldwijd, Amerikaanse sites, een logo kunt laten ontwerpen. En uiteindelijk hebben wij een definitief ontwerp gekozen, want er zat niet eens een goed logo bij. Maar we hebben iets gemaakt op basis van 667 logo's die toegestuurd zijn vanuit de hele wereld, waar we geen euro voor hebben hoeven betalen. Ja. Dus het is voor reclamebureaus, denk ik, of voor marketingbureaus, zijn dit wel hele interessante marktontwikkelingen natuurlijk. Ja, dan is dit een soort voorloper. Om maar niet te zeggen gevaarlijke, hè? Want ze moeten hier heel slim op inspelen om dit allemaal te kunnen pareren. Voordat we dan naar het eindresultaat gaan, wat zijn die prijzen? Want je hebt een top 5, die krijgen allemaal een geldbedrag. Ja, dat hangt af van de opdracht. Een complexe opdracht, daar zijn de prijzen wat hoger. Dus we hebben prijzen gehad tussen de 500 en de 2000 euro voor de winnaar. En dan 250 of 500 euro voor de nummers 2 tot en met 5. Is dat niet een vrij mager bedrag, zeg maar, ten opzichte van de opdrachtgever, wat die betaalt en wat het uiteindelijke brein mee naar huis neemt? Ja, maar je merkt wel dat in de huidige markt ook heel veel ZZP'ers vinden het fijn om te laten zien wat ze kunnen. Want het is ook de spin-off daarvan. Je staat in de picture, dus je hoeft niet eens te winnen. Maar mensen zien wel, hey, dat vind ik ook leuk. Oh, dan kan ik eens een keer contact mee opnemen bijvoorbeeld. En het ook het gave is, omdat wij na 1 week doorgaan om echt toe te werken naar die eindcreatie. Nou, het is voor iedere creatief ontzettend gaaf dat jouw idee, je hebt niet alleen gewonnen, maar er wordt ook echt iets mee gedaan. We werken toe
naar dat eind. Laten we kijken naar het eindresultaat van Dre Hazes. Vandaag is een grote dag. De dag dat ik de tatoeage ga laten zetten. Het is toch wel jouw kunstwerk op iemands lichaam. Ja, dit ga je natuurlijk niet snel vergeten, zo'n moment. Ik ben er helemaal klaar voor. Tof. Maar ik vraag jullie vriendelijk nu weg te gaan. Want ik heb nu alle rust nodig. En ik ga door de grond van de tijd. Dank je wel. Ja, dat is heel mooi om te zien. Wat denk je nou, Bob? Nou, wat ik nou denk is, wat een plakkaat zeg. Created on Friday, but produced on Saturday, Sunday, Monday en Tuesday, volgens mij. Ja, inderdaad. Hij ging een vrijdag op, maar in een paar etappes later hebben ze hem helemaal afgemaakt. Hè. Afhankelijk, soms is het technisch niet helemaal uitvoerbaar om het zo snel af te maken. Maar voor Anne, die heeft gewonnen, die had nog nooit een tatoeage ontworpen. Maar dat is een hele goede, ja, jong talent. Dus die had heel veel andere dingen al gedaan. En die zag deze opdracht, is zich echt goed verdiept dus in de vraag van de opdrachtgever. Ja, want hoe kwam hij bij jullie terecht? Want dat vind ik dan wel interessant. Want Dre Hazes is natuurlijk niet de eerste, de beste. Nee, dat is inderdaad in de opbouw van ons bedrijf. Hebben we dus ook medewerkers gewoon gezocht die heel goed netwerk hadden om dit mee van de grond te krijgen. Dus dat was inderdaad best een klus. Want ja, je kunt niet zomaar inderdaad Dre Hazes opbellen, doe je mee. Nee, dat is ook omdat we al meer andere opdrachten hadden. Je hebt een verhaal te vertellen. En hij vond dit toch ook het idee, hè, zo gaaf om dit, dat hij dacht van, ik doe mee. Maar we hebben het nu over de tattoo, maar we hebben hier bijvoorbeeld ook een foto staan van de soepfabriek die een nieuwe soep heeft ontwikkeld. Of het merk Buddha to Buddha wat een nieuwe armband wilde hebben. Een bank. Alles is eigenlijk mogelijk. Ja, iedere creatieve vraag kun je erin stoppen en twee weken later komt eruit. En natuurlijk met videocontent die geshared wordt. Dus het is ook tegelijkertijd content marketing voor de opdrachtgever. En voor de jonge talenten echt een platform om te laten zien wat je kan.